bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Goedemorgen. Huh? Ja. Lekker het eten? Ja. Oké. Okay. Ik heb het alleen koud. Ja. Lekker warm in de zon. Oh, lekker in de zon. Oh ja. Oh. Ik heb het alleen koud. Heb je vriendjes? Hey. Boy and girl. Dat zijn zeker brood willen. Ja, dan moet die girl niet onder het eieren zitten. Dat zijn wel. Ja. Een blinde? Nou. Weet je niet. Maar goed, waren er nog plannen vandaag? Nee. Oké. Okay. Dus het is weer een verrassing. Alleen paardrijden. Oh ja, paardrijden vanavond. Ja, ik ben benieuwd. Kom. Nou, even lekker eten. Weet jij eigenlijk wie ik zit? Nee. Nee. Oh. Verrassing. Balen. Zo, Noetje? Nee, ja? Nee hoor. Hoe denkt ook die eenden zijn met de jongen te snel? Geen interesse. Het is moeder vier keer zo weggevlogen. Nummer 2 baby eendjes. Gisteren waren het er 3. Gisteren heb ik die eend echt 4 keer horen wegvliegen. Ja, ja. Zoiets. En dan liet ze de jonkies alleen. Ja, want die vader zat weer achter ze aan. Oh ja, oké. Okay. Dus ik denk dat ze toen... de jonkie kwijt zijn geraakt. Ja. Dat hij of nu ergens is, of... opgegeten. Ja, zoiets. Ja, het zijn er niet veel meer. Maar ik weet niet waarom het stieren. Ja. Wel, neem de emmer even mee. Wel in het water gooien. Gisteren lag echt alles onder. Geef dan. Zo, dat was echt heel close. Ja. Je moet een paar keer gooien. Dat was echt heel close. Nou. Dit is een stroming. Als je ze nu een beetje naar links gooit, dan komt het net door het vissen. Dan is ze het even kwijt. Nou, dat is links. Ja, dat moet ik. Je kan er gewoon die kant op gooien. Nou, zo is wel weer genoeg hoor. Je kan echt de hele familie van eten. Zo schattig. Nee, 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 nee. Jullie laten gaan. Ik wil het niet dat er nu nog eentje overblijft. Eens kijken. Aandacht. Nee, kom maar toe. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kijk, hier staan mijn visjes. Zowel de vis wil niet als moeder wil niet. Ze zijn allemaal joejoe. Joejoe. Denk het wel toch? Hey, het is mooi weer. En ik denk laten we even wat gaan fietsen. Dus mijn voorstel zal zijn om gewoon even lekker de dijk op te gaan. Verderop okay, die kant op. Yeah, en dan gaan we gewoon even zien wat we tegenkomen. Ik heb ook geen idee wat we gaan tegenkomen. Maar laten we gewoon even lekker fietsen. Mooi weer. Goed voor de conditie. Bijzonder? Ja, heel bijzonder. Ik heb ook geen idee. Nooit. We fietsen nooit. Nou, dan moet ik je tijd. Neem voor de zekerheid toch even een emmertje mee, weet je nog? Oh ja, ja. Ja, je weet me nooit. Zo jongens, nou we fietsen zoals jullie zien. Het zou kunnen zijn dat misschien het geluid af en toe door de wind een beetje herrie is. Maar ja. Goed, het is even, dat is even zo. Ja. Maar volgens mij gaat het prima, het waait nog niet zo heel hard. Nee, het waait niet zo heel hard, maar ik denk omdat we een beetje snelheid maken dat je dan
Ja, ze hebben hier wel nieuw asfalt gelegd, hè? Heerlijk. Heerlijk, heel mooi. Zoetermeer, pluspuntje. Ja, het fietst wel lekker inderdaad. Het fietst zalig. Voor skiers ook. Ja. Nou, we gaan even de dijk op en gaan we rechtsaf, denk ik maar. En aardbeien. Aardbeien te koop. Nou, eens even hier kijken. We fietsen op een parallelweggetje. Ja, eigen weg. Verboden. Voor onbevoegden. Ja, dat zijn wij niet. Wij zijn bevoegden. Wij weten de weg. Ja. Wat staat er? Fresh eggs for sale. Oh ja. Staan er nog één? Waar moet staan in die bocht, denk ik. Ja, het zal in die bak staan. Ja. Oké, geinig. Nou, misschien op de terugweg. Ja. Leuk, mooie karretjes ook. Ja. Leuk, hè? En dan hier heb ik een bakje met geld. Nou ja. Leuk. En ik hier de... Hij hierin zitten? Ja. Oh ja. En hier heb je... Klep, dit lekker even goed dicht doen. Zit hij dicht? Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Daar staat hier een potje. Hier waak ik. Waakhond. Maar ik ben niet zo bang voor honden. Nee, dat is één. Even kijken. Eén koe. Oh ja, één. Ja, dat is een stier, denk ik. Oh. Oh, kijk, kijk voort. Opeens hoor je wat. Een water. Hij schilde en ik zag er twee. Waterhoen. Ja. Zo schattig. Jongen. En die worden gevoerd, hè? Ja, ze worden nu gevoerd inderdaad. Nou, leuk. Het is wel makkelijk, hier heb je bijna geen andere... Ja, hier hebben ze natuurlijk allemaal lekker wormpjes. Ja. Nou, goed. Ja. We gaan verder weer. Ja. Ja. Je ziet van alles hier, joh. Ja, daarom. Vind je daar een Snow World? Ja. Even kijken of ik... Wel mooi hier. Ja, als je hier woont. Ja, hier kan je genoeg beestjes doen. Ja. Ik weet wel wat ik hier heb staan dan. Ja. Ja. Kijk, een ooievaar. Ik heb nog iets gespot. Ja, die ooievaar die is natuurlijk naar kikkertjes. Kijk, die zijn kikkers aan het kijken. Hop, kikkertje. Je zag hem happen. Ja. We gaan rustig aan hier rennen. Hij is mooi hoor. Oké, daar gaat hij hoor. Gaat hij daar verder zoeken? Ja. Mooi hoor. Hier is dan, oh nee, nog één verder. Kijk hoe mooi die van de peert. Ja, ik vind het ook mooi. Ben je ooievaar op het nest? Ja. Hier is er ook één te vissen daar links. Doe ik gelijk eentje. Jullie. Ik geld er even terug. Oké, daar staat hij. Hey, vertel, wat... Het is een privéstal. Ja. En eigenlijk is je kan hier eigenlijk alleen maar rijden als je eigen paard hebt. Oh, oké. Okay. Dus ze hebben manege. Één... Eén manege paard. Ja. Oké, okay, maar daar heb je dus niks aan dus. Nee. Voor jou niet, maar wel als je dus... Een eigen paard. Een eigen paard, dat is een sport. Ja. Wel leuk. Dus... Ja. Nou, daar zit ook nog iets. Maar beter wordt dat. Dan gaan we daar ook even kijken. Er zit allemaal beesten op je jas. Dat is het. Eeuw, haal weg! Haal weg! Broers, dat zijn geen torretjes. Eeuw, gadver. Eeuw. En je zit helemaal onder. Eeuw, ga weg. Ja? Nee. Ben ik klaar mee? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, ik kon zeggen dat je. Kom eens een keer, laat ik kijken, draai eens om.
Nou. Ja? Oh, je doet je jas niet uit. Ja, dat kan. Het is lekker weer. Nou, dat doe je niemand. Zo. Oh, je bent er klaar mee. Ja. Dat loopt goed. Nou, we gaan verder fietsen. Ja. Alright. En wat zit hier rechts dan? Ook een leuke trailer. Ja, waarom? Nou, even kijken. Ja, eerst een plek omhoog. Oh. Alleen die nadel. Lekker een kreven, die waterkreven. Ja. Wil je hier nou? We gaan even daar kijken. Maar ik denk dat hij anders had hij wel gezegd dat daar ook was. Ja, daarom. Dus daar zou wel niks zijn. We gaan gewoon weer terug fietsen. Ja, ik ook. Kikkers. Kikkers? Heel veel, van alles. Ik heb eerst dat het angst voor het water. Oh ja. Ja, hier ook. Ja, daarom. Ja, bij mij dat ook hier allemaal. Alles voor in het water? Ja. Nu heb ik hier dat ik hier loop zo. Ja. Oh, er zit een pijp in het water. Hop, hop, hop. Hier, allemaal. Ja, ze zijn snel. Ik zie mijn fietsen, ik zie wat springen. Ja, daar was die olie waar aan het zoeken naar. Ja. Oh, dit zijn ze. Leuk, hè? Nou, leuk. Heel veel futen. Ja. Die water, hennetjes, waterkippetjes. Van alles. Van alles zit hier. Superleuk. Ja. Zoetermeer op zijn mooist. Ja, dat hier wel, ja. Wij passen wel mooiere stukken. Net zo mooi. Ja. Maar dit was het dichtst bij ons in de buurt. Ja. Kijk, en daar ligt nou die blubber die bij ons uit die sloot is gehaald. Ja. Denk ik, want hier gingen die pijpen heen. Ja. Zul je nooit echt weten, hè? Nee. Waar dat naartoe is gegaan. Maar volgens mij was dit die bagger uit de sloot bij ons. Ja, dat ziet er wel ook die dat. Het ziet er wel ja, blubberig. Beetje blubberig uit. Ja. Ik denk inderdaad dat het hier naartoe is gegaan, maar je zult er nooit... Nee, 100% weten. Ik wil zeggen, je zult nooit 100% achterkomen. Kom, we gaan even kijken. Want daar zou het dan liggen. Als het is wat wij denken. Ja. Ja, we kunnen even kijken. Dit is volgens mij nieuwe aarde hoor. Ja? Dit is denk ik niet van onze sloot. Kun je er overheen lopen? Ja. Ja. Vast.
Misschien zit hier ook wel kikkertjes. Het is een... Het zou geen verkeerplek zijn. Nee, ja. Maar als ze het hebben gevonden en of ze niet plat zijn gedrukt, dat is een andere vraag. Ik denk dat hier niks is. Ik denk dat dit gewoon... Ik zie ook alleen maar schone grond. Ja. Nou. Misschien verderop? Nee, ja. Ik zie geen rommel. Maar dit is niet... Nee. Ik heb een beetje... Wat heb je nou? Een mobieltje. Een mobieltje? Er ligt er gewoon je mobieltje in die klei. Dus open. Kijk, ja, ik kan niet. Kijk. Kijk, ja. Tand? Of nee, is geen tand. Laat maar. Tand? Het is gewoon... Dat is gewoon zo'n grapje. Oké. Okay. Mobieltje ligt hier. Ja, dit is uit het water volgens mij. Ik denk het wel dan dit. Ja, gewoon een... Kijk, hij is wel nat. Ja, hij is natuurlijk in het blubber gelegen. Ja, kijk, je ziet hier. Hier zit het water. Ja, neem even mee. Een oude telefoon. Die hebben ze natuurlijk in dat water gegooid toen bij ons. Ja. Cool. Kijk. Vinden we nog wat. Ik dacht eerst dat het iets van een autootje was. Ja. Dat zit natuurlijk tussen dat klei in. Ja, daarom. Deze nemen we sowieso mee. Ja, nou, die moet je in je zak stoppen dan. Gewoon, hop, je hebt een kontzak. Kom ik thuis met de Samsung telefoon. Hij is wel van Samsung. Ja, dan kun je niet heel die berg afgelopen. Ja, dat weet ik, weet ik. Je moet toeval hebben. We hebben ook toeval. Wat heb je nou weer? Weet niet. Ik heb iets. Maar wat het is? Kijk maar uit, zo meteen is het een bom. Blauw? Ja, dat kan toch, een blauwe bom. Leg maar gewoon terug. Ja, het is hard. Ja. Ja. Kom maar hier lopen, loop jij maar voor. Ik heb al eerst granaten. 1000 bommen en granaten. Ja. Springen, goed springen. Hier is wel een kikkerslootje hier rechts, hè? Ja, het is wel een slootje. Het is wel een heel mooi slootje. Misschien zie je nog wel kikkervisjes. Ik kan even kijken. Hier ligt ook nog een oud potje. Links, daar ja. Waar is dat? Onderkant van een potje. Ja, moet zo denk ik. Ja. Neem ik ook mee. Ja, misschien vind je nog wel pijpenkoppen hier. Oude pijpjes. Je weet het nooit. Je weet het nooit, het heeft ook in de blubber gelegen. Zal ik even springen? Nou, gewoon lopen. Ja, dan is het ook. Zo. Zo aan de zijkant, je voeten neerzetten. Dat, ja. En hier kun je overal oplopen, loop omhoog. En mijn kettingen. Sorry fietsen. Ik kom niet meer terug, we blijven hier. Kijk, hier ligt een, ik denk een pijpenkopsteeltje daar. Daar. Dat ijzer, dat witte hier? Hier. Ja? Dat is gewoon een stokje. Ja? Nee, dat is geen stokje. Kijk. Was dat vroeger, kijk. Als je een pijp had, dan had je een hele lange pijp. Ja. En dan had je dit, dan werd het heet. En dan rookte je. Ik zal het zo laten zien, eventjes. Oh nee, dat gaat roken, jongens. Kijk, dan zat je zo en had je je pijp. En dan rookte je zo. En dan brak het stukje af en dan gooide je het weg. En zo was een pijp. Dus je hebt misschien kans dat je nog een pijpenkop vindt. Dit is een pijpenstil. We moeten dus nog een pijpenkop. Ja, die is allemaal afgebroken toen. Zo rookte men toen. Voor jou? Nog pijn op? Ja, zoek maar even af. Ja, je vindt je, je kan wel vinden. Iets blauw zie of iets rood of iets, dan pak het. Ik heb je vlot! Het is gewoon drijfzand. We moeten even terug, dit is drijfzand. Oké, let's go, we gaan terug. Zo jongens, ja. We hebben het even niet gefilmd. Nee! Oh, jullie hebben het niet gezien. Nee, jullie hebben wel gezien hoe die op de grond lag. Maar ik ben helemaal met een soort drijfzand. Of je zat gewoon precies in het modderige gedeelte. Ik zakte precies helemaal weg in het modderige gedeelte. Ja, toen ging je zo, yes.
Nou, dan gaan we maar niet hebben één. Jeetje. Ik vond het wel grappig. Ja, ik merk het, ja. Kijk. Wat heb je? Hier. Oh ja, kijk, zo'n stukje... Van een pot of iets. Van een pot of iets anders. Ja. Die vind ik ja, je moet in het mazzel hebben dat je het ziet liggen. Ja, dus dat ik wit zag. Kijk, hier, daar ligt ook weer volgens mij een pijpenkopsteeltje. Hier. Daar, ik zie een gaatje in het stokje. Ja, hier, hier, kijk. Daar verderop ligt ook nog iets, wacht. En je moet het mazzel hebben dat het bovenop ligt. Het is gewoon steen, denk ik. Oké. Het is gewoon betegel. Wat is dat? Een scherp dingetje? Ja, het is oud. En hier ligt ook weer wat bruins. Hier. Het is gewoon. Wat is dit? Wat is dit? Het is van roest, van staal bedoel ik. Oké. Okay. Het kan een oude spijker zijn. Wat is dat daar? Dat is bruin. Ik pak van alles in deze. Ja, dat is een bot. Het is gewoon een steen. Die veer is mee zitten. Waar ga je heen? Oh, hier. Oh, dat gaat lekker. Nee, dus. Oh, je trapt een steentje naar beneden. Kijk, hier weer een pijpenkopste. Het wordt steeds smaller. Ja, je kan naar beneden duwen. Kijk. Kijk. Pas op. Ja, dat ligt natuurlijk gewoon tussen. Hier. Sorry. Aarde, ja, ja. Die moet ik. We zijn op onderzoek uit. Ja, hier weer nog een stukje. Dat zijn wel heel veel korte stukjes. Dus er ligt glas. Daar, kijk. Oud glas misschien. We moeten hier naar beneden komen, maar dat zie ik later wel. Ja, dat zie je later wel. Dus, als ik er vast zit. Ja, kun je naar beneden duwen dat stukje? Zo zit het dus hier. Zo. Het is gewoon baksteen dit. Oké. Okay. Moeten we vaker doen dit? Ja. Is dit wel leuk? Ik word er lekker bij het adem van. Doet je goed? Ja. Ja, dat zag ik zelf ook. Weet u niet. Ik heb hem bijna. Hij zit los. Ja, ik zie het. Nou, het gaat lekker. Ja. Maar dit is gewoon. Ja, je moet dit geluk hebben. Ja, maar loop even bovenlangs. Ik kom naar je toe. Oh, geef maar. Ja, volgens mij heb ik daar weer ergens in. Hier heb ik daar weer ingestaan. Jee. Ik zei toch, geef mij de camera. Ja. Hier ligt ook allemaal poepen dergelijk. Het is al. Lekker. Lekker jongens. Ik val zo naar beneden. Ja, hoe ga je dit nou? Ja. Ik maak het even schoon. Oh, schoon. Nou. Ja. Ik heb wel een hol. Ik heb wel een hol. Ik blijf even filmen voordat ik zo meteen in het water. Ja, hier ligt ook een groot stuk. Wat? Ja? Die witte. Witte hier. Dat is een dikkere, zie je? Dat is een die zat wel tegen het kopje bijna aan. Ja, die andere zat al tegen het kopje aan. Maar we vinden geen. Ja, die kom je ook nog wel tegen. Want als zo'n pijp er namelijk brak, dan gooiden ze die pijp ook weg. Dan? En kochten ze weer een nieuwe. Ja. Ik weet er misschien een ander stuk. Ja? Nou, ik heb nog heel even kwijtje door. Blijf filmen, ik ga hier omhoog. Oh no. Als dit wel gaat, het ligt echt bij jou. Kijk hier, ik heb hier nog een paar stukjes. Zo, je hebt er best veel al. Deze ligt hier gewoon weer. Voor het oprapen. Voor het oprapen, ja. Het is natuurlijk allemaal Soetermeerse grond. Oude grond. Kijk, hier wou ik even omhoog lopen. En dat is niet gelukt. Ja, waar ga je nu af? Ja, gewoon doorlopen. Mijn handen zijn vol.
Kijk, ik zie een pijpenkop liggen. Ik kom naar je toe. Waar? Kijk, daar ligt een pijpenkopje. Hier voor je neus. Ja, daar. Ja. Kijk. Kijk, en die deden ze dan. Die was natuurlijk helemaal. Hier deed je dan je pijptebak in. Ja. En hier aan één kant zit dan die staaf. Ja, en hier zat een stempeltje op. En dan kan je zien hoe oud die is. Maar die stempel zit er. Nee, die zit er nog op. Als je hem denk ik onder een vergrootglas microscoop legt. Ja, dat kan je beter thuis doen, een beetje met water. En daar ligt nog een stukje, ook nog een stukje pijpenstil. De witte toch, denk ik, bij je voet links. Ja. Is dat hier? Nee, is hier een stukje, kijk. Een stukje riet. Ik kan gewoon zo om. Ja. Even kijken, wat is dit? Wat heeft hij zelf niet open gehaald, hè? Oud glas, denk ik. Geinig, hè? Ik ben net een bakje mee genomen. Ja. En die zit in de fiets. Ja. Maar we hebben hem mee, dus we hoeven alleen alles op ons hand te leggen. En dan, als we klaar zijn. Ja. En zo kun je blijven dingen vinden. Leuk, hè? Ja. Als je hier gewoon rustig naar beneden loopt. Ja. Dan. Moet jij zeggen. Ja, ja, ja. Kijk, naar linksaf. Nu jouw beurt. Ja, loop jij maar door, dan kan ik er niet doorlopen. Oep. Maar ik wil wel zien. Ja, je wil wel zien. Ja, ja, ga maar. Ja. Zo. Heel lenig. Ja. Ja, ik ben er. Oké, nu hier iets over. Kijk, nou maar dan. We kunnen weer naar de fiets lopen. Ja, oeh, best het wel. Lukt het? Ja, maar. Oké. Okay. Ja, pas als met het graven, dat het ook allemaal. Dat is weer een happening. Het zou me niks verbazen als de grootste deel zelf hebben meegenomen eigenlijk. Nou ja, dat weet je niet. Hè. Misschien zijn er andere mensen voor geweest. Nou ja, wij hebben tenminste telefoon. Ja, ja. Ja. Goed. Nou, je had een bakje bij je. Ja. Als jij dan een bakje wil inpakken en openen. Ja. Want daar heb ik een beetje te volle handen voor. Heerlijk hoor. Ja, ik niet dan met de camera. Ja, wacht hoor. Kijk. Nou, te buiten. Oud. Antieke spullen. Ja. En er waarschijnlijk ligt er nog veel. Ja, we hebben een heel klein stukje maar gehad. Ja. We hebben alleen maar dit hoekje gehad daar. Ja. We hebben niet eens dat stuk gehad. Veel meer en veel beter eigenlijk. Ja. Waarschijnlijk ligt ook nog wel. Met een metaaldetector. Ja, we moeten eigenlijk met ons magneet. Of magneetdingen. Maar we hebben. Een metaaldetector. Dat zou beter zijn. Ja. Goed, we gaan verder fietsen. Ja, dat is goed. We fietsen weer. Ja, ja. Alright. Op naar de volgende. Ja. Dan nu weer. Ja, ik ben benieuwd. Het is wel cool dat ik telefoon heb hoor. Ja. Dan hadden ze ook ergens nog die eieren, toch? Ja. Dat weet jij hoor. Is dat hier? Deze of de volgende. Oké, okay, we gaan even kijken. Ja. Dat is eieren kan niet kwaad. Er is zo'n beest iets op te eten. Ja, hier. Kijk, hier waren de eieren. Hier, 10 voor 2,50. Nou, zullen we een doosje nemen? Ja. Wat, ik zal even, je moet even geld hebben. Ja. Wacht even, ik zal even de camera uit. Heb je geld nu? Ja. Met dik raakt. Ja, nou. Hup. Ja. Oh. Wat voor eieren zit erin? 1 doosje. Ja, hier. Ik kom ook even kijken. 10? Ja, 10. Ja, 10. Het zijn allemaal verschillende doosjes. Ja, je hebt grote doosjes, kleine doosjes. Ja, maar het zijn allemaal verschillende. Nee. Hier, 10. 10 versus schaal. Wacht mij. Kijk, dat is lekker. Oh, mooie eieren zeg. Ja, door 10. Ja. Leuk. Hop. 2. Oh, ze hebben geen wissel. Oh, kak.
Dus dan moeten we er twee doosjes nemen. Ja, dan moet je twee doosjes nemen. Eet er nog zoveel eieren? Dan eten we wat meer eieren. Geen probleem hoor, komen we al op. Ja. Zijn ze compleet? De groene. De groene? Ja, is toch een groene? Ja. Die is heel groen. Dat is een paasei. Ze noemen een paasei. Dus, hè, een groene. Ja, joh, boeien. Boeien? Dan ga jij maar eten dan. Ja hoor. Oh ja, oké. Okay. Ik film me eten. Nou, oké. Okay. Nou, twee doosjes dan, €5. Kijk, meneer. €5 liggen aan. Moet je wel goed erin stoppen, anders gaan ze hem eruit halen. Kan dat? Nog een keer dubbel vouwen. Ja, wat doe je? Ja, niet dat er meteen dat ding wordt leeggehaald. Zit die vast? Ja, hij zit erin. Nou, twee doosjes. Soep. Ja, hij zit vast. Hij zit vast. Deksel dicht? Ja. Ja, deksel dicht. Goed, nou. Ja, maar we hebben geen... Je kan erin breken, toch? Nee joh, dat doe je niet. Wacht, als ik mijn jas... Nee, dan doe je jas gewoon weg. Doe je jas... Ja, maar als ik mijn jas nou juist als bescherming... Ja, oké. Okay. Nou. Dan breek ik ze denk ik minder snel. Ja, dan moet je niet zo meteen je jas eruit trekken. Nee, dat ga ik ook niet doen. Hou je fiets vast, hè? Oké, en nu? Dan heb je zo meteen klutsei. Ook lekker. Ja, heb je klutsei. Lekker. Nee, gaat dat niet. Ja, gewoon rechtop zitten, zo. Rechtop. Wat? Ja, het zit in een doosje. Dan kan wel iets hebben. Mag ik ook ervoor? Anders is mijn jas in de kloten. Nou, ho. Ja, zit hij? Oké, nou dichtstop een beetje zo, dat hij niet. En je voorkant je mouw, hou je stuur vast, hè? Nee, hoef niet die doen. Oh. Gewoon in je mouw aan je stuur vasthouden. Zo. Wou je juist heel goed beschermen? Ja, nee, dat hoeft niet helemaal. Het is geen Japan. Het is geen aardbevingen. Ja. Nou, ben je klaar? Ja. Goed. Dan wil je heel veel eieren eten komende week. Ja. Lekker. Tjonge. En een groen ei. Ja, en een groen ei. Dat is wel een apart ei. Nou. We gaan weer de dijk verder fietsen. Ja. Super logisch. Super logisch. 20 eieren. Ja. Komende week eten we alleen maar eieren nog. Ja. Wat hebben ze hier voor huisjes staan daar? Ze verkopen ook ergens aardbeien en... Ja, daar heb ik dan geen geld meer voor. Die zitten best wel in die sloot daar. Nou, we hebben tenminste een groen ei. Ja, een groen ei. Maak me nou wel zorgen. Weten jullie wat een groen ei is? Ja, wat betekent een groen ei? Nou, laat me even weten, jongens, hieronder. Of... Ja. Wat is een groen ei? Laat het weten in de reacties. Als je zelf kippen hebt. Ja. Je hebt ook wel eens een groen ei gezien. Laat het me even weten. Juist. Ik ben wel benieuwd. Of ze ook meteen giftig zijn. Ja, nou, dat merk je gauw genoeg dan. Ja. Als het ei ook zelf groen is. Ja. Dan... Ja, dat is niet goed. Nee, dan ga ik hem niet eten. Maar ik wil best... Een keer proberen. Ja, maar ik ga niet als het eiwit ook geel is. Ja, ja. Of groen. Ja. Dan ga ik het niet eten. Nee. Ja, ga goed. Ik wel kijken wat er precies een groen ei is. We fietsen even over de dijk terug. Ja. Nou, we fietsen nu aan de andere kant van de dijk. Ja. Dus net zaten we aan die kant. Maar nu fietsen we aan deze kant. En nu fietsen we weer terug richting huis. Ja. Lekker zonnetje. Tweede paasdag, ik kom weer fietsen aan. Ja. En dan gaan we thuis eens even naar de buit kijken. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ik ben onwijs benieuwd wat we allemaal bij elkaar hebben gevonden. Gesleuteld en... Ja, dat zijn wel leuke dingen. Gevonden. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Ja. 2 keer 4. Ja, 2 keer toe. Echt, vlakker niet normaal. Ik viel 2 keer, jongens. En mijn been moest ik kijken. En je jas. En mijn jas, alles. In mijn jas ook? Ja, tuurlijk. Oh, ja. Ik viel toch op je jas die eerste keer? Ja, ik heb het allemaal niet zo meegekregen. De eerste keer rolde je zelf nog door. Ja. Je rolde door. Ja, wel eventjes allemaal sensatie. Goed mogelijk. In het zand. Ja. Oh, je paardenspullen voor vanavond. Kunnen we alvast buiten zitten? Ik loop het op en neer. Ja, nou ja. Daar zit dus de buit in. Daar. En daar de eieren. Vanavond hebben we rijden bij Meneesje Leidschendam. Leidscheveen. Ik vind het echt heel gemeen van het horloge. Wat dan? Hij heeft het fietsen meegeteld. Oh, hij heeft het fietsen. Nee, ze hebben op de grond. Dus nu... Ja.
2000 stappen. Ja, niet. Ik zit alles erin, ja. Ja, toch? Ja, neem die cap ook gelijk mee naar binnen. Kunnen we de kapgroot erop doen en hebben we weer naar binnen. Zo. Lampen. Hop. We zitten wel klaar voor zometeen. Ja, en alles. We gaan naar binnen. Meenemen. Zo. Ja, dat dacht ik. Ja, dat dachten we al. Maar ik had geen klein geld bij me. Dus toen moesten we roesten halen. Maar weet je wat er nu is in deze eieren? We hebben een groen ei. Er zit een groen ei bij. Een groen ei. Ja, een groen ei. Kijk. Hij is goed. Is die voor de Pasen goed? Ja, dat zagen we ook al. Dat denk ik ook, ja. Ja. Hij is groen. Maar het zijn hele grote. Het is geen eende-ei. Nee, weet je, dat zou nog kunnen. Zijn eende-eieren groen? Ja, de groene eenden. Dronken eenden. Maar het zijn grote eieren. En we zijn ook bij de veld geweest waar ze al die... En waar zijn jullie geweest dan? We zijn... Eigenlijk overal. Ja, ik zakte in de blubber tot over mijn knieën. Ik zat vast in een drijfzand. We zijn bij die berg toen ze alles... Je weet dat ze alles gingen uitpakken hier. En alles wat ze daar hebben neergegooid, daar gingen wij. Dus wij hebben ook een telefoon gevonden. En daar zat ik tijd tot twee keer toe. Er zakte zo dat drijfzand in. Zet ik zo'n bordje bij, pas op. Nee, dat stond er niet. Dus wij gingen gewoon, omdat we vonden al gelijk een telefoon. Dus wij dachten, oh... Er ligt meer. Dus wij gingen verder. Ja. Dus we hebben hier een telefoon die helemaal onder het water zit. Ja. Maar ja, maar we hebben wel een telefoon. En wat oude antieke dingen uit Zoetermeer. Ja, en we hebben ook zo'n pijpenkoppie. Hé, hey, al het zand is eruit. Hey. Oké, okay, dat is geschud, dan eruit geschud. Ja, zoiets. Dus ja, leuk die kans uit. Ja, ja, ja. Nou, ik zit net even. Ja, maar goed, dus ja. Nou, maar hier de eieren. Maar binnen dan, want ja. Het is dan nou de zon. Ik geloof niet dat dat helemaal top is. En die andere, hoe zien die andere uit? Laat even kijken. Je hebt de andere niet gezien. Ja, ja, ja. Nou, het zijn wel grote eieren. Zijn beetje vies. Ja, dat maakt niet uit. Dus mooie eieren. Poepij. Ja. Nou, leuk. Hé, hey, ik ga even handen wassen. Ja. Nou, jullie zien het. We zitten thuis. We zijn weer thuis. Ja. Oké. Okay. Even goed drinken. Ja. Oké, okay, wat is de buit? Ja, een beetje in gaan haken. Oké. Okay. Nou, maar. Wat pak jij maar. Laat maar even zien hier. Oké, okay, het eerste wat we vonden... Ja, want dat was natuurlijk wel eventjes spectaculair, hè? Ja, een telefoon. Een telefoon. Een hele oude. Ja, oh, hebben we die oplaadkamer nog wel? Want ik heb de oplaadpunt gevonden. Nou, die ga je niet meer opladen. Nee. Maar dit is wel eentje die echt nog zeker wel 20 jaar geleden is. Die heeft natuurlijk in het water gelegen. Is natuurlijk waarschijnlijk door iemand gejat. Hebben ze toen zo in het water gegooid. Of dus, zo. Ja, dat heb je nog meer. Een pijpenkop. Dus vonden we eigenlijk als een van de laatste deze. Ja, kijk, en het leuke van die pijpenkop is. Kijk, aan deze kant zat dan die pijpenstil. Ja, daar hebben we echt een. Daar hebben we heel veel van die pijpensteeltjes. En die passen natuurlijk gewoon niet meer. En aan deze kant zit dan een stempeltje. Kijk, kun je wat zien hier. Als je een beetje nat maakt. Dan kan je misschien zien wat dat is. En vaak zat daar de gemeente op. Of de oudheid en dergelijke. Dus dan... En dan kun je zien hoe oud die ook is. Dus ja. Ik kan het nu niet zien, nee. Maar goed. En dan hebben we nog een of andere schaaltje. Ja, helaas geen stempeltje of merkje. Wat heb je meer? Dit een andere schaal. Dit is van een pot of zo, denk ik. Ja, een pot of een dakpan. Ik heb het gewoon meegenomen, eigenlijk. Hier een, we weten niet echt wat het is, een maar... Een spijker. Had ook met onze buit met magneetvissen. Dit. Dit is een van een drinkding geweest. Ja, want er zitten allemaal glinsterdingetjes op. Ja. Maar die zijn eigenlijk allemaal eraf gegaan. Hier glas. Dit was wel heel mooi. Mooi glas. Het zit helemaal in. Ja. Super mooi. Nog meer. Hier nog zoiets van die kom, denk of zo. Van die bak. Hier heb ik denk nog iets van die bak. Ja. Allemaal in dezelfde... Genre. Ja, hier komen we eigenlijk aan al die pijpenstelen. En dan hebben we dikkere
zoals je ziet. Kijk, dit is in de dikste die we hebben. Kijk, en deze, die heeft al een kantje hier. Daar zit die van de pijp. Dus als die zat, dan zat er zo tegen die pijpkop aan. Zo. Past natuurlijk niet. Past maar... nu niet. En dan de volgende zaten we hier. En zo. En dan zaten ze zo te roken. Ja, en dan dit is dus hier. En dan brak er een stukje af en dan gooiden ze het zo weg. En dan gingen ze hier weer verder roken. En die dingen die waren soms wel 40, 50 centimeter lang. Dus dan hadden ze zich zo heel lang. Oh, zie, zie, zag. Oh, flus, 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 flus. En dan zo weer steeds korter. Ja. Wat een professionele uitleg. Ja. En het laatste is ja, dit. Oh ja, een stukje oud-Chinees blauw. Nou. Oud-Chinees blauw, jullie hebben het gehoord, jongens. Ja, we hebben het gehoord, jongens. Nou, dit was het even weer voor nu. Ik ga even me opfrissen. Knappen, want today, want we moeten zo even natuurlijk vanavond paardrijden. En ik ben natuurlijk in die blubber gezakt. Ik moet even de schade opnemen, dus dat wordt vervolgd. Ja. Je zit ook allemaal krassen. Ja. Ik ga hem openmaken. Ik heb iets nodig. Iets. Wat heb je nodig? Schroefdraaier of zo. Die batterijstukje erachter. Ik heb iets van vandaag, een, ja, daarom. Ik heb iets van een platte schroefdraaier nodig. Ja. Oh, zo, tak. Gaan we even halen. Kijk, misschien lukt het hiermee. Kijk je hem uit? Ja. Weghalen dan. Ja. Hier één blad. Ik wil hem eigenlijk niet slopen, maar. Nee, hij is nog ook kapot. Dat is ja. Water leeg, 20 jaar. Ja, daar gaat hij. Ja. Kijk. Ja, in de batterij, ja. Ja, maar ik moet even. En die batterij kan er ook misschien uitwippen nog. De zijkant, in mijn hand. Hier zit een kaartje hier gezeten, kijk. Er zit geen kaartje in dus. Er zit geen kaartje in. Nee. Nee. Oké. Jammer. Anders had je kaartje gepakt. Er zit wel een kaartje onder. Ja, hier kan je uit laten glijden. Je moet naar jou toe glijden. Een lipje moet je omhoog doen. Er zit een lipje. Kan ik me herinneren van vroeger. Het even vrij komen dat hij niet ergens nog vast zit. Tijdens het aardig is die. Gaat het lukken? Van T-Mobile. T-Mobile, oh, dat is wel. Vers dan. Moet je aan deze kant met die schaduw een beetje. Ja, met die kant zo. Denk ik ook dat hij niet uitschiet. Ja. Lukt het? Nee. Hij is eruit. Kijk. Ga jij hem dan boven kijken wat erop staat? Ja. Hij heeft alleen maar de telefoonnummers, want er zit geen camera op. Nee. Dus we hebben niks aan. Nou, het was wel even leuk om te ontdekken. Ja, dat wel, ja. Weet je, op tijd eten, want je moet zo meteen naar de manege. Ja. Ja, uitzonderlijk, maandagavond. Dus dat kan natuurlijk afgelopen zaterdag niet doorzien. Klopt. Je hebt geen idee wie je rijdt, hè? Nee. Dus dat is wel spannend. Ja. Dus goed eten, dan gaan we zo meteen. Ja. Kijk, wat zie je nu opeens? Allemaal eitjes. Eitjes van spinnetjes. Eitjes van spinnen. Zijn ze? Eeuw. Kijk, daar gaat ze al. Ze lopen al. Ja, ze lopen al. Het is die achterste. Kijk daar, er loopt eentje. Ja, die gaat heel snel. Dat is een snelloper. Eeuw. Son. Oh joh. Ja, en deze spinnen, die zie je natuurlijk zo meteen in het najaar. Zo meteen allemaal in je tuin. Oh joh. Of binnen, ja. Oh joh. Nee, doe maar niet. Let's go. Yes. Spullen erin. Oké.
Ik zie je een beetje schoon. Door de wasstraat geweest. Autootje. Oh, de auto. Denk wat? Ja, zie jouw schoenen er ook in? Mijn schoenen. Check, check, check. Ja, ik zie jouw schoenen, ik zie mijn schoenen. Ik zie een kemmetje, een bordentekker. Ik zie een zweep. Ja, zie ik ook. Halfschoenen. Ja. Oké. Okay. Die liggen. Deze, ja. Alright. Je moet echt de handschoenen echt uithalen, die andere. Ja, dat moet je dan zelf doen. Ja, dat zit echt in de war met of ik nou de goede handschoenen heb. Goed, wij gaan naar Leidse Veen. En dat wordt een aparte vlog, hè? Yes, dus, daar. In die hoek. Alright, wij gaan. Let's go. Nou, weer in de auto op de terugweg van Leidseveen. We rijden weer. Ja, ja, ja. Hoe ging het rijden? Goed. Ja, want het paardrijden is natuurlijk een aparte vlog, hadden we al gezegd. Maar goed, dat is even duidelijk nu. Ja. He? Je reed op? Tinka. Tinka, dat is een bruine daar. Bruin, lang, ja, langwerpig, is wat langer, ja. Een tussenmaatje. Ja, inderdaad. Okay. Dus, hoe ging het? Goed, de galop was wel echt onwijs lastig. Daar moest ik echt wel trekken om er bij me te houden, want daar is ze gewoon echt heel sterk voor mij nog. Dus dat is nog even aan de kant als ik vaker op haar kom te zitten. Ja. Dus dat zijn wel punten waarvan ik denk, oh ja, die kan ik misschien wel aanpassen, leren, veranderen. Leren, ja. Ja, dat. Dus ja, voor de rest ging het echt ontzettend goed. Ja. Nu op weg naar huis en dan lekker naar bed. Want, het was mooi weer, hè? Het was echt ontzettend. Super lekker weer. Ik heb gewoon een korte mouw aan. Ik heb het echt totaal niet koud gehad. Ik heb het juist alleen maar heet gehad. Dus ik ben echt ontzettend blij dat ik een korte mouw. Ja, nou ja, morgen weer school. Ja. Eén weekje nog. En dan heb je meivakantie. Ja, ja, ja. Dus dat wordt ook weer wat, natuurlijk. Ja, ja. En daarna, na de meivakantie, nog maar eventjes een maandje of twee naar school. Ja. En dan. Musical, zomervakantie, musical, kamp, van alles komt er dan natuurlijk aan. Dagjes uit ga je nog. Ja. Dus eigenlijk heb je geen school meer dan. Nee. Dus, en dan ga je naar de middelbare. Ja, echt super spannend vind ik het, maar wel echt ontzettend leuk. Oké, okay, nou goed. Voor vandaag hebben we even van alles meegemaakt, hebben jullie gezien. Ja. We hebben ook heel veel dingen, ik heb nog steeds last van mijn knieën. Dus, dat is het. Elke keer als ik er terug heb, schiet ik echt helemaal aan de lach. Ja. Hoe hij ook zo zakt, echt. Ja. Dat was echt helemaal geinig. Ja. In ieder geval, ik hoop voor deze video. Ik in ieder geval wel. En dan tot de volgende video. Doei doei. Doei doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!